De eerste keer dat ik merkte, ja, ik moet sterk zijn, ik moet veerkrachtig zijn, ik moet doorzetten, was ik nog heel klein, jaar of 6. En ik ben van een basisschool afgepest. Ik moest naar een andere school daardoor, omdat ik heel erg ben gepest. Ik had ook begrip voor vooroordelen. Dus ik was een kind dat ook zoiets had van, oh ja, maar ik ben natuurlijk ook bruin en de meeste kinderen zijn wit. En ik heb natuurlijk ook een rare moeder met zo'n zwaar Russisch accent. Dus toen ik naar een nieuwe school ging, heb ik echt heel bewust besloten, hoe ga ik dit anders aanpakken? En ik ben een keer heel erg beschermd door het nichtje van een Antilliaans vriendinnetje van mij. En dat nichtje heeft toen gewoon voor mijn neus een paar vervelende jongetjes gewoon bij de nekvel gegrepen, gezegd, hou op met meisjes pesten. En ik zag goede jongens schokken, dus dat heeft mij ontzettend geïnspireerd door krachtig te durven zijn en een statement te maken toen ik op die school kwam. Dus dat ik meteen zoiets had van, ja, nee, dit gaat niet nog een keer gebeuren. Niet altijd makkelijk voor de andere kinderen, maar voor mij was dat echt van levensbelang. Wat ik anders deed op de nieuwe school was van, dit is wie ik ben en je hebt mij maar gewoon te accepteren. En ik schopte meteen ruzie met een van de stoerste jongetjes van school. En die gaf ik ook echt een flinke map terug, waardoor ik in de problemen kwam. En met zwemles heb ik een van de populairste meisjes naar een soort akkefietje ook gewoon in het zwembad geduwd. Maar ik zeg niet dat je zoals ik, om je punt te maken, het populairste meisje van school in het zwembad moet duwen of die jongen een map geven. Maar wat ik wel zeg, ja, laatst is mijn zoon echt een persoonlijk voorbeeld. Die is met het N-woord uitgescholden. En toen heeft hij een paar keer tegen dat andere jongetje gezegd van, ja, ik wil dat niet, ik pik dat niet. Het jongetje ging door, toen heeft hij me een map gegeven. Goed, dat betekent dat ze allebei uit elkaar zijn gehaald, ze kregen allebei straf. Maar mijn zoon vond zelf dat de moeite waard was. Geweld lost in principe helemaal niks op, maar voor jezelf opkomen, soms is daar inderdaad heel veel kracht bij nodig. En daar ben ik helemaal voor. Ik heb heel veel geleerd over veerkracht van Clark Ackord. Een fantastische schrijver. Schrijver van het boek onder andere Koningin van Paramaribo. En van hem heb ik geleerd om mijn kracht, mijn energie, ook om te zetten in iets kunnen bereiken, iets te kunnen vragen. Op een manier die ook bij me paste, die paste bij mijn kracht. Omgaan met afwijzing is gewoon inherent aan mijn vak. Je moet er echt doorheen. Je moet er gewoon dwars doorheen. Dat voor 20 afwijzingen er misschien één opdracht ligt. En toen ik met Clark Ackord, ook Koningin van Paramaribo, wilden we een nieuwe theatervoorstelling van maken, heb ik zelf de theaters gebeld, want ik had jaren in theaters gespeeld. En ik wist gewoon, oké, ik ga nu 100 theaters bellen en als ik er 10 verkoop, ben ik in principe blij. En het is me gelukt om er 20 te verkopen, maar dat betekent dus inderdaad gewoon 80 afwijzingen. En de enige manier van daarmee omgaan is A, het is niet persoonlijk. Het hoort gewoon, is inherent aan dit vak. B, soms werkt de match ook niet. Dus in plaats van te vragen, willen jullie mijn voorstelling kopen? Hadden wij meer zoiets, heb ik van hem geleerd. Dit is wat we aan het maken zijn, past het ook bij jullie? En waarom wel, waarom niet? En dan heb je een hele andere insteek. En als dat niet zo is, voor jou niet fijn en voor mij ook niet fijn. Dat is niet makkelijk, maar door heel veel afwijzing leer je dat wel. Ik ben een boek aan het schrijven dat heet Hoe was het vandaag? Dat gaat over kleur, klasse en kansongelijkheid in het onderwijs. En de vraag die ik eigenlijk stel is, hoe kan het dat zoveel kinderen van kleur, dat daar zo'n groot deel van ook naar VMBO-kader gaat? Want als je kijkt, 70% van zeg maar witte kinderen van hoogopgeleide ouders gaan gewoon naar de hoogste, hè, gaan naar HAVO en zelfs gewoon VWO. En waar ik achter ben gekomen is dat ontzettend toch veel te maken heeft ook met vooroordelen. En dat in het onderwijs, hè, dat is natuurlijk goed bedoeld, wel een systeem natuurlijk van machtsverhoudingen zit. Van ik sta hier, heb deze en deze opleiding gedaan en ga jou en jouw ouders, hè, wel even vertellen, even kort door de bocht, hoe het allemaal moet en wat goed is voor jou. En dat, ja, die hiërarchie daarin, hoe begrijpelijk ook, past misschien niet meer helemaal in deze tijd. Ook ik ben ondergeadviseerd, zwaar ondergeadviseerd, maar heb zonder problemen VWO gedaan. Dus ik wil ook kracht geven en ouders de woorden geven die ze soms misschien zelf niet hebben, maar wel voelen. Maar hoe communiceer ik dat nou op een goede manier en hou ik het contact goed met de leerkracht? Want mijn kind is daar zo afhankelijk van. Dat is geen makkelijke positie. En zeker niet voor ouders die niet die mondigheid hebben vanuit hun studie of opleiding of vanuit hun cultuur. Thank you.